Joey, je verliest hier met 1-0 van RKC. Ik heb jou een paar keer flink op je medespelers zien schelden. Wat heb je net in de kleedkamer nog tegen ze gezegd? Nou, niet alleen op mijn medespelers, ook op mezelf. Gewoon heel frustrerend. Zeker na vorige week een goede pot gespeeld. En dat je dan dit er tegenover zet, weet je wel, dat is echt zwaar. Die valt me wel heel zwaar, moet ik zeggen. Wat ging er mis volgens jou? Nou, ik denk dat wij met de bal te weinig gedaan hebben. En, we hadden heel veel de bal vandaag, alleen ja, wat we ermee doen en wat we creëren is gewoon te weinig. En bij hun valt hij één keer goed en hij zit erin. En dat is heel frustrerend, ook omdat ik vind dat die scheidsrechter daar gewoon helemaal fout zit. Dus dat komt er dan ook nog bovenop. En als het dan niet loopt zoals je wil, dan ja, is frustrerend misschien nog zacht uitgedrukt. Ik kookte echt wel van binnen en daardoor kreeg ik waarschijnlijk ook die gele kaart voor protesteren. Maar ja, dan kookt het over, weet je wel. En dat is gewoon een beetje de fase en de situatie die vandaag op het veld was. En ik denk dat dat in alles wel te zien was. Ik denk dat iedereen heel gefrustreerd is. Ja, waar ligt het dan aan? Ligt het dan gewoon puur aan het spel dat niet snel genoeg gaat? Of is het een stukje mentaliteit? Nou, ik denk dat we in het begin van de competitie heel makkelijk doelpunten maakten. En dat nu gewoon wat moeilijker gaat. En bijna elke bal die bij ons voor de goal komt, die ligt in het net. Weet je. En daar valt heel moeilijk tegen te voetballen. En dat is gewoon een teamprestatie, snap je? En daarin doen we het gewoon niet goed. Dus daarin moet je stappen maken als je echt nog iets wil doen deze competitie. En ja, neem niet weg dat het wel echt heel teleurstellend is. Ja, je zegt net al, je moet stappen maken om nog iets te kunnen doen. Je stond voor deze wedstrijd, stond je achtste. Waarschijnlijk ben je nu nog verder weggezakt. Ik heb nog niet op de stand gekeken. Hoe gaan jullie weer er bovenop komen? Nou ja, we kunnen moeilijk met z'n allen zeggen, we stoppen er nu mee. Dus het enige wat je kan doen is weer voor elkaar werken en toch als team weer op te gaan staan. Want de enige manier om het nu weer op te pakken is om het samen te doen. En het heeft geen zin om nu individuen te zeggen van ik ga dit doen of ik ga dat doen. Het enige wat je kan doen is samen te strijden weer gaan en toch weer hard te gaan trainen. En alles maar verbeteren. En kijk, we moeten ook niet vergeten dat we ook heel veel goede dingen deze wedstrijd aan de bal hebben gedaan. Alleen wat we creëren in creativiteit en alles, ja, dat was gewoon te weinig vandaag. En daarin hebben wij gewoon gefaald. Jack, je verliest nu met 1-0 van RKC. Flinke klap voor de selectie, denk ik? Ja, ik denk voor iedereen die bij NEC betrokken is. Wat vond je van het vertonen spel vandaag? Ja, niet goed genoeg. Stroef, eerste helft. Ik vond te veel afgetroefd in duels. Te slordig aan de bal. Geen overtuiging. En dan weet je dat het een stroeve wedstrijd is. Als het dan 0-0 blijft, dan heb je aan één doelpunt genoeg om te winnen. Maar ja, als je dan ook nog met 1-0 achterkomt, ja, dan weet je dat het een moeilijke avond wordt hier. Ja, waar ligt het dan aan? Gaat het spel dan niet snel genoeg? Moeten jullie er meer op zitten? Of ligt het ook aan de tegenstander? Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, volgens mij aan onszelf. Ik vond ons te weinig overtuigend en te gemakkelijk uitgespeeld worden. Als ik hier voor de dugout kijk, de eerste helft, zie ik situaties waarin de linksback, linksbuiten, linkermiddenvelder van RKC zo makkelijk doorvoetballen. Dan komen wij niet in duel of we zijn te laat. En ja, dat is tekenend voor de eerste helft, vind ik. Ja, absoluut. Je hebt daar ook nog wat wissels aan toe moeten voegen. Overtoom viel geblesseerd uit. Uiteindelijk komt Ole Romney erin en die wissel je weer gelijk op het begin van de tweede helft. Wat was jouw gedachte daarachter? Nou, kijk, Ole die moet leren dat hij voetbalt met de binnenkant van zijn voet. En hij heeft voor mij al een paar keer te horen gekregen dat buitenkantje voet eens een keer afgelopen moet zijn. En de 1-0 van RKC begint dat hij een bal over zijn buitenkant voet door wil spelen. Dat is balverlies, hè, want hij mist hem half. En uit die aanval komt de 1-0 van RKC. Nou, ik heb in de rust gekeken of dat ik het goed gezien had, want eigenlijk wilde ik hem alle minuut al wisselen. Dat is dan heel pijnlijk voor zo'n jonge jongen. Ik heb gekozen om in rust even terug te kijken naar het beeld. Ja, toen ik dat bevestigd kreeg, dan moet hij even op de blaren zitten en dan gaat hij eruit. Het is geen pupillenvoetbal. Hoe nam je dat op? Nou ja, teleurgesteld en hij zal er wel doorheen zitten. Dat geeft niks. Het is een talent en voetbal is keihard. Dat is voor iedereen. En daar zal hij hopelijk lering uit trekken. Het mag gewoon niet gebeuren, klaar.
Je stond voor deze wedstrijd stond je achtste. Uiteindelijk, ik heb nog niet naar de ranglijst gekeken, maar dat zal nu niet heel veel beter zijn in ieder geval. Hoe ga je ervoor zorgen dat we weer die aansluiting gaan krijgen bij de top? Ja, hoe ga je ervoor zorgen? Je kan alleen maar door punten te pakken. En, ja, ik had echt heel veel vertrouwen naar Sparta. En als ik gekeken heb naar hoe de ploeg deze week heeft gereageerd, ja, is dit echt weer een verrassing voor mij. En, ook op dit moment nog onverklaarbaar. Ik ga die wedstrijd weer terugkijken zoals eigenlijk alle wedstrijden. En proberen daar een conclusie uit te trekken. Als ik het nu zie, ja, bijvoorbeeld tweede helft, heel veel aan de bal geweest. Alleen ja, zonder echt kans af te dwingen volgens mij. De laatste bal van Daddy die dan de keeper nog goed pakt. Maar voor de rest geen uitgespeelde kans gehad. En dat baart zorgen en ik denk dat het met vertrouwen te maken heeft. Nee, inderdaad, weer weinig kansen gecreëerd inderdaad. Hoe wil je dat volgende week gaan oppakken? Want er is nogal wat gewisseld in de afgelopen weken. Wordt het wellicht weer een variant nu Labiel weer naar linksback heeft gespeeld de laatste paar minuten? Ja, nou ja, goed, dat is omdat je een aanvaller wil brengen en dan gaat kijken wie er het beste opkomend kan komen, weet je. Dat is, Leroy dan die dan naar linksback gaat en Daddy die breng je dan erin. Je probeert in die wedstrijd nog iets te forceren met aanvallers. Ja, dat is opgesloten in die wedstrijd. Dat betekent niet meteen dat we alles moeten veranderen. Wat wel zorgen baart is de blessure van Overtoom. En volgens mij is Joey van den Berg volgende week geschorst. Dus ja, als je gaat kijken naar vastigheid, wat je wil, dan mis je alweer twee belangrijke pijlers. Maar Dijkstra zal dan weer terugkomen. Maar ja, juist daar waar je op zoek bent naar stabiliteit, moet je weer puzzelen. En nog even over Tom Overtoom, hoe zag dat eruit? Volgende week vrijwel zeker dat hij niet kan spelen? Ja, ik heb daar nog niks van gehoord verder. Daar kijken we morgen verder naar. Maar ja, als je zo acuut eruit gaat, dan lijkt er wel iets aan de hand. En voor de rest moeten we het even afwachten. Hopen dat het meevalt. Dankjewel, succes. Ja.